Hallo en welkom terug. Ja, we zijn even met mij bezig op de simmers te laten lopen, maar ondertussen is het dus al goed uitgerust, dus mevrouw kan wakker worden. Ja, ik doe niet meer hier klikken, want dan klik ik misschien weer per ongeluk hier, want dan leg ze weer het lampje. Nee. Ik had de film even teruggekeken en toen bleek dus dat in plaats van dat ik hier klikte, dat ik daar klikte. En dat, ja. Je wilt te snel, hè? Je wilt te snel. Ja. Nog 10 uur. En jij hebt geen werk, dus. Hoe laat ben jij naar je werk? Oh nee, je hebt nog over 15 minuten pas. Okay. Maar ja, dat betekent wel dat we met jou weer verder gaan spelen. Je aardsvijand, die het tot op jou gemunt heeft. Niet te dichtbij komen, niet te dichtbij komen. Ze is met iemand aan het praten, ik denk met Icy. Nee, met weet ze. Oh, ik val dood neer, in slaap neer. Van wat? Waar heb je nou slaap van? Oh, heeft ze jou in een hoe heet het gedaan? Die vampieren kennen dat, kunnen ze je in een slijmering brengen. En er staat een vampier voor, dus ik denk wel dat dat gebeurd is. Ik weet niet, ze willen alleen maar in een vampiervorm staan hier. Allemaal, niet eentje uitgezonden. De vampieren hebben alleen vampierkleding aan. Het vampierenpak. Erom. Uh-oh, loop door. Zombies! Heb je ook niet in dit spel? Oh, laat me weer gaan zitten. Oh, mijn timer. Oh. Ik wil niet weer zulke lange filmpjes maken. Waarschijnlijk aan gewend om 30 minuten filmpjes te maken. Mijn timer weer weg. Nee, dat is daar vind ik. Mensen stormen nou niet. Icy! I see! Ik moet echt even al die namen in mijn kop printen, want ik weet van veel dat de naam niet eens. We hebben Barbara Mama. We hebben Icy. Dat is. Ik weet het niet meer. Je weet mijn eigen naam niet heet. Ja, van mijn kruiden. Ik heet Chris. Origineel. Christian Josephus Albertus. Dat zal ik nooit kunnen vergeten. Zo zit ik ook op Facebook en dan zit ik bij die pagina's van oud Nederland, ouderwets. En dan heb je heel vaak van die
up en die posities van vroeger toen wij klein waren, speelden we nog buiten, hadden we geen mobiel. Moest moeder ons roepen door middel van te roepen, et cetera. Maar het is wel zo. Want als ik naar op straat kijk, je ziet amper kinderen buiten spelen. Jij bent Lady, dat weet ik wel. Lady Flat. Oh, we gaan weg. Oké. Kijk, waar is de voorkant hier? Je hebt honger. Tomaat. Ik wil ook zo'n mes hebben. 1 tik en al beschrijving. Dat vind ik dom makkelijk, zeg. Vooral met uien. Zie je die wel snipperen? Die is lang bezig. En nu naar tak tak. Klaar. Auw. Ja, dat zag het gebeuren nou. Het zijn toch wel rood, dus het valt niet op. Rood met groen. Dat ziet er nou niet erg appetijtelijk uit, moet ik zeggen. Have no clue what it is, but... Zal die zijn tuin slaan? Oh, BLT alweer. Oh, Wilma heet je. Oké. Okay. Wilma. Oh, heet ze weer. Wat ik nog had ze nou ook? Wilma. En ze klonk met een zeiltje. En hij de partij. Ah, ze is weer beslaan in het eten. Mens, dat voelt toch niet. Ik moet het niet hebben. In het echte leven ook niet. Als het ergens tussen zit, oké. Okay, maar ik kan niet zo rauw slaan eten. Het vult niet eens. Dan heb je mensen die hebben dieet en dan eten ze rauwkost. Ik kan rauwkost in mijn waffel duwen, maar ik hou honger. En ik ben meer een vleesman. Ik hou van vlees. Het kan me niet groot genoeg zijn. Maar vanaf eet ik makkelijk patat. Geen zin om te koken. En het is vrijdag, dus lekker laten we lekker makkelijk doen. Misschien wel een zwerbadje halen of een kebab. Een pizza. Maar ja, haal, laat brengen natuurlijk. Nee, we gaan niet halen. Nee, daar hebben we bezorgdienst voor. Zelfs hier de snack van Maria bel ik nog van. Even bestellen. Niet omdat ik lui ben, dat is het niet. Maar ik heb geen zin om naar buiten te gaan. Als ik niet naar buiten hoef, ga ik niet naar buiten. Het is dat online boodschappen nogal... Ik vind het te duur voor... Want je bestaat bezorgkosten, et cetera. Want als dat goedkoper had geweest, had ik helemaal de straat niet opgekomen. Ja, om naar mijn werk te gaan. Maar ik kan niet thuis werken. Dan zou ik een heftruck in mijn huis moeten zetten. Ik denk niet dat de buren dat prettig zullen vinden. Of een kraan. Ja. Tijdens de corona ook. Ja, mensen die thuis kunnen werken, moeten thuis werken. Gaat helaas niet. Oeh, daar heb je je aardvijand. Ja, ze weet waar. Hey, dit is gewoon leuk. Ik ben door de ogen van je zien kijken. Ga je naar bed? Je gaat naar de wc. Boven, dus beneden is bezet. Oh, er staat er een te douchen. Krijgen we weer schande. Ja, er staat er een te douchen weg. Ja, ze is wel hondsbrutaal hoor. Ze stond al te douchen. Ik heb toch een muurtje gemaakt, of is dit weer een andere? Nee, dit is boven. Oh, het is wel mooi behang. En dan dat tapijt op de grond. Ja. Oh, ik ben nog niet klaar. Die douche precies tussen twee deuren van de ramen.
Nee, toch goed geplaatst. Je kan die draaidingen kan je ook gebruiken om het raam af te maken. Ik hou het zo, ik hou het erbij. Ik ga het niet veranderen, ik doe het gewoon verkeerd, te gek. Je gaat tv kijken. Eeuwig Slijmer, zo heet die skill van die vampier. Eeuwig Slijmer. Dan doen ze dat en dan flik je gewoon in slaap, terwijl je helemaal niet slaperig bent. Daarom ik stond er even niet bij stil. Ik denk, wat leg je nou te slapen? Je bent net wakker. Ja, het draait snel leeg, maar zo snel dat het lijkt me steur. En toen denk je ineens, oh wacht even, is het niet die vampier geweest? En terwijl ik de dag thuis ik die vampier voor staan. Dan denk ik, ah. Wat, zit je vriendin hier? Oh, ja, het vijand. Oh, die tot op jou gemunt heeft. Oh-oh. Oh-oh. Kijk die kant op. Kijk die kant op. Kijk die kant. Kijk in je boek. Hier, gelezen. Dat jij met je aardvijand praat, zeg. Hey. Oh, ze hebben het alleen maar op jou gemunt. Ja, zo de neus tussen. Flats. We zijn even aangevallen. Ik wil zien hoe het eruit ziet in first person. Ja, val jij mee van. Kom op. Kom op nou. Oei. Lees jij met je hoofd zo, dus blijf je ogen stilstaan. Ik doe het niet namelijk. Dit doe ik wel. Hier, vraag, bijt me. Oh ja, vraag het naar vampiergeschiedenis. Moet je het tegen Vladimir zeggen, dan zegt hij van, ja, je zoekt maar op internet. Sorry, ik heb er nooit echt onderzoek naar gedaan. Probeer wat meer te vinden in de computer of in de bibliotheek. Ah, oh, dat zeggen ze dus allemaal. Ik vind het echt zielig, maar voor mijn vampies. Echt, ik vind het echt zielig. Ja, het zijn maar pixels, ik weet het, maar toch. Ik vind het zielig. Daarom, ik ken er ook niet tegen als mijn sim doodgaat, want... Wat je al zag in de andere aflevering, ik laat het spel, ik laat lood weer, dat ze nog leeft. Want het doodging was mijn schuld. Dat ik in plaats van op het eten, zat ik op het levensballetje te klikken. En ja, en ik klikte, maar dat werd hij helemaal rood. Dat was niet de bedoeling, ik wilde alleen maar zeggen dat ze wilde eten. Ah, nee, we zitten op 19 minuten nog, dus 20 minuten hebben we nog, zeg maar. Nee, 19. Zit je of sta je? Oh, je probeert tv te kijken, maar er staat er een met een figuur voor je. Is het dat? Oh, weer de zombie slasher. Oh, ik kan niet. Oh nee, je kan het niet. Nee, natuurlijk niet. Jij weer? Ga je weer bijten? Doe het dan, ik wil het zien. Bijt me dan. Bijt me. Oh nee, je kan me nog niet bijten. Fuck. Je moet nog een paar uur wachten. Je hebt mooie tanden. Vuil is ze. Om scherp te blijven. Oh, ik ga het niet. Er zit er iemand.
En dan komt de zombie slasher. Oh, ik weet het spel ook alweer. Dat ze die kettingzaag. Volgens mij is dat daar een afgeleid. Alleen ze hebben een kettingzaag. Het is niet waar je net uit, maar hoe heet die nou? Ze hebben hele korte kleding aan. Oh, weet het spel ook alweer. Jee! Mensen, ik schrik me steeds weer. De laser is als je zo van een voor mijn neus staat. Ja, daar heb je er. Ah, weer krachtenshow. Ik heb haar zelfs vampieren lippenstift gegeven. Zij heeft totaal geen make-up op. En ze kijken vaak naar hetzelfde. Als het programma afgelopen begint het weer opnieuw. Ik zag een rood. Jo, die hebben weer ruzie. Vol rood. Zijn we ja? Waar zie ik toch ietsjes rood erin? Ietsjes. Ietsjes, niet veel. Ietsjes. Ja, ja, best wel. Wij zijn vrienden. Althans bekend, laat ik het zo zeggen. Vijand. Vijand noem Rauno. Ik heb toch bewondering voor die andere vampieren hoor. Dat ze weerstand hebben. Een uitgelezen kan niet. Ze kunnen bij mij niet eten. Oh, waarvoor ben je nou weer boos? Door gezellig te doen. Ach. Jij bent daar gaan zitten. Hallo. En je bent dus al gevallen. Oh, het is diep in de nacht. Misschien is het beter mocht het één vrij zijn. Ja. Als je snel bent. Ze zei ze beneden een boek te lezen. Dus dan komt ze weer voor Jan Joker. Naar boven. Nee. Wat heb je? Oh, je hebt honger. Je hebt helemaal geslapen, man. Kom, ga maar niet slapen.
Laat maar zitten. Je kan er bijten, je kan er bijten. Je kan er bijten. Ja, ik heb gezegd, ik neem geen telefoon, maar dit is voor de werk. Dus ik moet naar de werk zo. Oh nee, ik mag niet zeggen, ga naar de wc, maar ik moet je wel wakker maken, want dan ga je niet naar je werk zo meteen. Uitroepen tot vijand. Eindelijk is hij daar. Wel doen, hè? Oké. Daar is hij boos. Er zitten er twee, ja nee, één. Maar dat kan je nog niet. Oh, je kan bij mij wel. Je kan bij mij wel. Joehoe. Weekend, weekend, eindelijk weer weekend. En nog 10 minuten zonder dat er veel is gebeurd. Ja, er is wat agressie opgekomen daarvan, maar niet dat je zegt, tja. Dit is met recht tussen tafel en bed gescheiden. Dit is de grens. Jij niet hierheen. Jij wel daarheen. Hoe heet die eigenlijk? Oh, Sandra! Natuurlijk, Sandra! Ach, hoe kan ik dat vergeten? Sandra. En hoe had hij jou genoemd? Nicole, dat is het. Als ik ze die zie, dan denk ik, hey, dat zijn ze. En dan vraag ik morgen. En dan, de goeie. Wie ben jij? Lady, ja dat weet ik. Nicole, Icy, Wilma, Sandra. Ze is naar de werk! Esme kan niet op het werk. Wat nou? Esme kan niet op het werk. Het zal wel. Maar ze is in ieder geval aan het werken. Dus eindelijk heeft ze een baan waar ze wil naartoe gaat. Jemig. Maar daarom moet ik die telefoon aannemen, want ik moet zeggen of ze gaat werken, of ze vrij thuis werkt, of vrij is. Dus die mag je niet laten gaan. Want als je niks doet, dan blijven ze thuis. Ja, ze zijn best wel slim. Ze zijn best wel slim. Ik ga boven nog even een muurtje plaatsen. Ten eerste even dat lelijke tapijt naar het dynamo's sturen. Hop. Kijken, waar is de douche? De
douche bevindt zich hier. Ah, dan moet ik die douche even verplaatsen dus. Want dat is geen optie. Ik denk hier al, en dan dat hier de douche komt. Ah, move object staat aan. Want ik kan hem door de muur plaatsen. Ja, ik denk dat we dit in de muur bouwen. Wat zei ik van hier? Ja, zeg hij. Een timmermans oog, zeg hij. Jeetje, echt een timmermans oog hoor. Ik zweer je. En voor de simpliciteit pakken we de deur hier. Heb die andere hebt dat daar zeker ook. Oh, maar dat is wel alle Jezus klein. Zeg, dan kan ik nooit een muurtje tussen krijgen. Nou, wacht. Misschien wel. Nee. Daar. Ja, het gaat een deur gewoon. Moet eerst een muurtje plaatsen. Het is wel een piepklein douche, maar ik denk dat de deur niet eens open kan als je hem erin zet. Ik hoop dat de deur naar de andere kant open gaat. Ja, ik kan hem ook niet verlengen. En langer maken. Nee, dat komt niet uit. Er is een uitsteek van boven in zitten. Dat is ook wel mooi. Het moet maar. Wat? Oh nee, alleen voor meisjes. Nee, niet voor jongens. Als je zo klein ziet, je deur niet eens op. Nee, zie je, het is te klein. Kan ik iets uitbreiden hier? Of is dat te smal? Oh nee, dat kan. Want Sims hebben nogal ruimte nodig om ergens langs te kunnen. Wat heb ik in mijn tas gekregen? Waarom kan dat niet? Oh nee, dan moet ik hem ook natuurlijk. Nee, weet ik niet. Die. Zo. Er zit een praktische. Wat? Is dat nou open? Nee, maar dat is ook een veel te grote deur, maar. Waar zal ik hem moeten doen? Oh, dit is alleen voor de slaapkamer. Oké. Die heeft geen douche als het goed is. Maar ja, wel, maar die heb al een ding. Ja, dan is dat ook geregeld. Heel uitdagend om hier nou een computer neer te zetten. Maar dat maakt niet, want dan gaan ze plasma picks bestellen en dat kan niet. Dat mag niet. Saps. Geen schaamte meer omdat je in het openbaar doest. Hé, hey, wie is water aan het schip? Want als water ligt, betekent dat meestal dat er lekkage is. Dat zeg ik. Reparazioni. Jij, move. Ach, ik denk ze gaat mensen een grotnaam op laten de werk doen. Bijten ze stad voor je. Sharp
Oh, jammer. Jammer. Ja, ga gauw slapen, je zal wel moe wijzen. Dank u wel. Nee. Muts. De enige manier om aan onderdelen te komen is door die rotzooi op te rapen. En dan gooit zij het weg. Zo neem ik erop, ik moet naar de wc. Je kan. Het is veilig. Je kan. Of je moet even boven het puntje gaan zitten. Dan kan je de deur op slot doen. Ja, waar gaat u met... Oh, nee. Ze gaat het in de prullenbak. Ja, toch wel. Ik wou net zeggen, van zometeen zaak je je broek en loop je dan om te zaken. Hè? Ik kom wel uit, zaak om zaak. Vergeet niet uw handjes te wassen. En gaat ook maar even de tanden poetsen. Maar zo snel kan dit niet, zoals jullie doen. Dat is onmogelijk. Nou, je bent klaar. Oh, ik ben altijd zo geneigd om die telefoon op te nemen. Maar zij werkt niet, dus dat doe ik niet. Maar de nieuwsgierigheid is wel daar, natuurlijk, hè, om te weten wie er belt. Maar waarschijnlijk wil je lid worden van die club. Mogen we bij je langskomen? Kom je bij ons langs? Ga je mee de stad in? Al dat gezeur. Wel trusten. Is er geen bed beschikbaar? Ja. Dat bed is altijd bezet. Dit bed nooit. Slapen. Sloepen. Oh, tijd is om. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer. Doei!